Welkom bij Vera D. Het is voor mij 3 maanden geleden dat ik nog een filmpje opgenomen heb, omdat ik een fractuur heb opgelopen in de wervelkolom, in de bovenste deel, in het middendeel van mijn wervelkolom. Ik heb goed geoefend, ik ben goed hersteld en laten we terug starten. We beginnen met krachttraining met gewichten. Zij die geen halters hebben, gebruiken flessen water. Laten we starten. We gaan ons eerst opwarmen. We gaan even de basisslot aanleren. De basisslot is een diepe dwarse perineumspier die wij nu gaan samentrekken. En hoe gaan we die samentrekken? Dat is de zitbeenknoppeltjes dat je voelt onder je handen, ja, naar elkaar toe trekken. Ja? Dus dat is de basisslot. Laten we starten. We gaan de borst vooruit doen, goed vooruit, holle rug. We komen met neutrale rug, rechte rug. We trekken de zitbeenknobbels naar elkaar toe en de navel naar de ruggengraat. Het aanstrekken van de buikspieren en de rugspieren. Ja? En laat ons. Terug vooruit, borst vooruit. Rug neutraal, recht, aanspannen van de bekkenbodem en de buikspieren. Je voelt je rugspieren werken, als ook de buikspieren. En laat los. Vooruit, aanspannen en omhoog trekken. En laat los. Vooruit, neutraal, aanspannen en trekken. En laat los. Borst vooruit. Neutrale rug. Aanspannen. En navel naar de ruggraat. En laat los. Borst vooruit. Laatste maal. Zit beenknobbels naar elkaar toe. Navel naar de ruggraat. En laat los. We gaan de armen naar boven en naar beneden, naar boven, naar beneden, inademen naar boven, naar beneden, naar boven, naar beneden, naar boven en uit. Laatste maal in en uit. Nu gaan we de beenspieren even oefenen. Hef je pieps van de stoel en zet neer. Hef en neer. Niet laten ploffen, hè. Hef en zacht neer zitten. Hef en neer. Hef en neer. Houd de bal of de stoel vast. Hef en neer. Hef en neer. Hef en neer. Hef. En laatste 5, 4. Niet recht staan, hè? Alleen even de billen van de stoel heffen. Nog 2. En laatste maal. En 1. We gaan met gewichten heffen. We nemen gewichten. Beginners nemen geen gewichten. Of zij die niet zo stabiel op de bal zitten, nemen ook geen gewichten en houden de zijkant van de stoel of van de bal vast. We gaan eerst deze gewichten, zijn vrij zware gewichten van 1,5 kilo. Is dat niet voldoende voor jullie? Neem dan zwaarder gewichten, 2 kilo of nog zwaarder, 4 kilo. Laten we starten. We gaan een been heffen. Een hef van het been, houd de zijkant van de bal op de stoel vast en terug neer. Hef van het been en terug neer. De armen gaan we ondertussen voor niet voor gevorderde naar boven en terug neer. Niet helemaal naar beneden laten gaan, maar half. Ja? Ellebogen blijven op schouderhoogte. Laten we starten 10 maal. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 en 10. We houden het been omhoog, we zetten de handen naast de stoel, we houden de bal vast en we gaan kleine bewegingen doen met de knie naar boven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en nog 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en laatste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en los. Oeh, dat hebben jullie gevoeld, hè? Ander been. Hef, houd de bal vast voor de stevigheid. Zeker als je het niet gewoon bent. Andere heffen, de armen ook mee op. Ja? Laten we starten 10 maal. 10 keer het traag. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en los. Armen zijwaarts, de stoel goed vasthouden en kleine polsjes, 30 maal. 1, kleine beweging, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 30. En los. Volgende oefening. Ik zal het even aan de zijkant voordoen. We houden de bal goed vast op de zijkant van de stoel. Voor mij is een bal een extra werkmiddel voor mijn rug en buikspieren. En we gaan stampen naar voren en terug. Stamp en terug. Stamp en terug. Met de heel naar voren stampen. En dat 10 keren en dan 30 kleine tellen. Ondertussen met de armen. Voor zij die iets meer willen. Met de armen stampen we naar voren en terug. Ja? Goed zitten. Ja, staan we. Laten we starten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Aan handen zijwaarts. We gaan kleine polsjes doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. En laatste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En los. Andere been. Stamp naar voren. 1, 2, 3, 4, 5, heel naar voren. 6, 7, 8, 9 en 10. Handen zijwaarts. Clean, 30 kleine bewegingen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 20 voor 10. 5, 4, 3, 2, 1 en los. Volgende. Wij zetten de benen zo ver dat je kunt op. Zo ver je kunt. Beginners, geen gewichten. En we heffen de hielen omhoog. Dus wij heffen de hielen omhoog en de armen ook omhoog. De armen blijven langs de borst en gaan naar achter. Dus armen omhoog, ellebogen naar achter. Ja, laten we starten. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. We blijven en we gaan de ellebogen met kleine bewegingen naar achter brengen, terwijl dat we de voeten ook met kleine bewegingen naar beneden brengen. 30 maal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En een laatste 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En los. We herbeginnen van het begin. Nu gaan we 4 keer een knie brengen en 4 keer stamp. Ja? 4 keer een knie en 4 keer stampen en dat 5 maal. Laten we beginnen. Armen zijwaarts. En 1, 2, 3, 4. En 1, 2, 3 en 4. 1, 2, 3 en 4. 1, 2 en stamp en stamp. 1, 2, 3 en 4 en stamp. 2, 3 en 4 en nog 2 maal. 1, 2, 3 en 4. Stamp, stamp, stamp en stamp. 1, de laatste maal. 3 en 4 en stamp, stamp, stamp en stamp. Benen direct open. Ja, en 1, 2, heel hef. 3 en 4 en 5, 6, 7, 8, 9 en 10. We blijven en kleine pauzes, 30 maal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nog 20. En laatste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en los. Dat hebben we gevoeld. Oké, we beginnen met de armen. Ik neem nog deze gewichten. Straks neem ik het lichtere gewicht. Oké. Kijk goed. Rechte rug, belangrijk. Zeker voor mij. We strekken en we trekken de ellebogen naar achter. We strekken. En we brengen de ellebogen naar achter. Strek. Ellebogen naar achter. Ja, 10 maal. Laten we starten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. We blijven. Breng de ellebogen naar boven, op schouder, probeer het op schouderniveau. Is het lager, ook goed, schouderniveau. De triceps, we brengen de ellebogen zo kort mogelijk naar elkaar toe, zo kort mogelijk naar elkaar toe. En we gaan de triceps, andere mogen vanuit de heupen voorover buigen. Maar met een rechte rug is heel belangrijk. Laten we starten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. En we blijven. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1 en herhalen. 1, 2,
3 en we krijgen warme. 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 en we blijven. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en we laten los. Even alles ontspannen. Dus we nemen nu lichtgewichten voor de laatste oefening. We heffen de armen zijwaarts en terug naar beneden. We laten een lichte knik, een lichte buiging in onze ellebogen. Niet echt strekken. Lichte buiging in de ellebogen. Laten we starten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en we blijven. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en vooruit. We gaan 10 keer naar beneden. En 10 keer de armen voorwaarts op schouderhoogte. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en we blijven 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De ellebogen naar achteren, de handen naast de heupen en terug vooruit. 10 maal, 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en los. Nu gaan we de 3 samenbrengen. Naar zijwaarts, naar voor en naar achter. We gaan die 10 maal doen. Ja. 1, 2, 3, 4 en goed trekken. 5, 6, 7, 8, 9 en 10 en laat los. Oké, we gaan nu ons lichaam, we hebben goed gewerkt en we gaan nu strekken. Laten we de gewichten wegbrengen. Strekken. We gaan strekken met een rechte rug. Voor mij is dat heel belangrijk, omdat ik nog maar pas een indeuking gehad heb 3 maanden geleden. Het is al wel goed genezen. Het is al stabiel. Maar ik moet toch nog oppassen. Laten we beginnen met de handen. Armen. Breng de armen naar boven. Strek. Buig. Linkerarm. En neem met de rechterhand de linker elleboog en uw rechter elleboog niet vooruit, maar duw je ook naar achter. Handpalm op de rug van de linkerhand. We blijven hier even goed strekken. Ze hebben goed gewerkt. Rug blijft recht. Terug omhoog. Buig de rechterarm en neem met uw linkerhand uw rechter elleboog.
linker elleboog duwen we ook naar achteren. En laten we verder strekken. Zijwaarts. Breng de rechterarm voor de borst. Met de linkerhand neem je schouder naar achter, naar beneden draaien. Niet zo, echt niet. Laat de schouder goed naar beneden zakken. En we strekken de schouder verder uit. Mijn indeuking is heel onnozel gebeurd. Ik was gewoon trampoline aan het springen en krak. En het was over. Geen trampoline meer voor mij, niet meer springen. Andere kant. Zijwaarts, breng één arm naar voren, schouder achteruit en omlaag. En strekken maar. We gaan nu de benen nog eens strekken. Volgt mij. Houd de rug recht. Ik zal me zijwaarts zetten. Ja. Zijwaarts. Eén been naar voren. Trek de tenen naar je toe. En buig vanuit de heupen. Als het niet gaat, voor vanuit de heupen trekken, te strekken. Als je rug begint, een ronde rug begint te krijgen, doe dit niet en blijf je gewoon recht. En trek de tenen naar je toe. Anderen mogen buigen vanuit de heupen om voor een diepere strekking te krijgen van de achterkant van het been. We brengen het voorste been naar achteren. Zet u op de zijkant van de stoel of van de bal. Zorg dat het voorste knie over enkel is. En draai uw bekken zo ver mogelijk naar voren. Draai, draai, zodat we een goede strekking krijgen van de voorkant van het been. Goed, de bekken draaien. Andere kant, we draaien. We zetten ons eerst goed neer. We brengen het voorste voet naar voren. Trek de tenen naar je scheenbeen. Buig vanuit de heupen naar voren, houd de rug recht. Zij die verder kunnen met een rechte rug, die mogen dan verder, zodat ze nog een diepere rek voelen. Mijn wervelbreuk zit ergens in mijn dorsale wervelkolom, de TH9. De eerste maanden is het pijnlijk, de tweede maand is ook pijnlijk. De derde maand zijn er enorme verbeteringen gedaan en ben ik beginnen trainen. Andere kant, breng het been naar achteren, het voorste been naar achteren, draai de heupen. Zo ver je kunt naar voren. Echt goed draaien, zodat we een goede strekking krijgen.
heel dom. Ik weet dat ik niet mag springen. Ik heb al 15 jaar osteoporose en toch doe ik domme dingen gelijk springen op een trampoline. Zal dat nooit meer doen. Zo, laat los. Zo, dit was mijn eerste les terug na mijn wervelbreuk. Zo, hopelijk hebben jullie ervan genoten. En tot de volgende. Dag.